Erika, jullie zijn in Dedersvaart, je bent van de gemeente. En nou zijn jullie op pad met de buurtkaravaan. Kun je me uitleggen wat dat precies inhoudt? Jazeker. Wij staan hier met allemaal gemeenteraadsleden. En wij zijn ambassadeurs voor het project Bouw je eigen buurt. En we willen eigenlijk dat zoveel mogelijk inwoners uit de gemeente Hardenberg meedenken over wat zij nou belangrijk vinden voor hun kern, hun buurt. Er komt een nieuwe wet, de omgevingswet, of die is er eigenlijk al. En daarin is wettelijk vastgelegd dat elke gemeente een omgevingsvisie moet maken voor de komende 30 jaar. En wij hebben gekozen voor een aanpak waarbij we zeggen we willen zoveel mogelijk inwoners betrekken hierbij. En dit is een eerste start. Maar wat willen de mensen graag in hun eigen buurt? Wat krijgen jullie veel te horen? Ja, dat is heel wisselend. We hebben natuurlijk 7 thema's. Wat ik nu vanochtend hier in Dedersvaart heel veel gehoord heb, is goede fietsvoorzieningen. Groen. Groene omgeving. Behoud van boeren en platteland. Scholen. Kindvriendelijke wijken. Nou, wat mensen ook wel aangeven is dat er op duurzame energie geïnvesteerd moet worden. En dan niet zozeer de grote projecten, maar meer lokaal en thuis opwekken. Ja, dat is een hele leuke opbrengst al. Wat gaat de gemeente met deze gegevens allemaal doen? Nou, dus worden nu geïnventariseerd. Niet alleen de bouwplaten die wij ophalen. Er zijn ook sessies geweest met plaatselijk belangen. Sessies op scholen. Mensen kunnen online invullen. Dus dat wordt allemaal bij elkaar gebracht. En vervolgens wordt er een eerste selectie gemaakt van thema's die belangrijk zijn, maar per gebied. Dus we vragen mensen ook niet alleen in te vullen uit welke kern ze komen, maar ook welke leeftijd hebben ze, welke voorzieningen zijn belangrijk. En dat gaan we clusteren per thema. En daarmee wordt een eerste aanzet gegeven voor die visie. En uiteindelijk die visie, wanneer moet die klaar zijn? We hopen volgend jaar maart dat dan het eerste concept er ligt. Dus dat we dan voldoende informatie hebben om een eerste stap te kunnen zetten. En dan als mensen meer informatie willen, waar kunnen ze dan naartoe? Ze kunnen natuurlijk naar de website van de gemeente zelf, www.hardenberg.nl. En dan kunt u klikken op de Bouw je eigen buurt. En natuurlijk de website www.bouwjeeigenbuurt.nl.